Ik voel me nu een soort van semi-verplicht om zelf een kattensnoepje te proberen. Zal ik het doen? Hey, hallo en superleuk dat je weer kijkt natuurlijk naar een nieuwe video. Vandaag is een hele bijzondere dag. Vandaag vieren we namelijk de verjaardag van mijn allerbeste vriend. Vandaag vieren we dat jij 6 wordt. Eigenlijk ben je helemaal niet echt jarig vandaag. Maar ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Want op de dag dat hij echt jarig is, hebben we andere dingen te doen. Dus dat feest ging niet door. Maar het wordt hartstikke gezellig. Ik heb allemaal cadeautjes voor je. En ik ga iets lekkers voor je maken. Dus gaan we snel naar beneden? Nee, je mag niet de microfoon pakken. Ga je mee naar beneden? Ben je echt aan het doen? Want je staat hier nu al een paar minuten. Ik ga kattenkoekjes maken zelf. Ik wilde eigenlijk een kattentaart maken, maar ik kon geen recept vinden. Dus ik dacht, nou, dan ga ik maar koekjes maken. Want ja, wie jarig is, trakteert. En aangezien die het zelf niet kan, zal ik de taak maar op me nemen. Ik ga dat maken met olijfolie, havermeel, blikje tonijn in water en een ei. En ik heb hier het recept. En voor degenen die geïnteresseerd zijn, zal ik het recept ook even linken onder deze video. Ik heb wel gekeken of het allemaal kan, of ze dit echt kunnen eten. Dit is als het goed is niet schadelijk, want anders zou ik het natuurlijk ook niet geven. Het worden mega veel koekjes. Volgens mij worden het er iets van, hier staat ongeveer 35 kattensnoepjes. Dus ik denk dat we de hele buurt kunnen gaan trakteren op kattensnoep. Nee. Oh, wat is ze lief, hè? Dan. Wat zei je? Wat zei je? Oh, super. Dit is te gek. Hi. Is dit zo goed? I guess. Dit is 1. Nou, dit duurt wel een eeuwigheid. Ik zie net hier dat recept staan. Oh, cringe. Doe de kattensnoepjes voor ongeveer 25 minuten in de oven en klaar. Eventjes laten afkoelen en dan is het tijd om je poesie woesie te verwennen. Je poesie woesie. Het zijn er iets meer dan 35 geworden. Maar dit gaat nu in de oven. 20, 25 minuutjes, hoop ik. Eten? The magic word. Nou, de koekjes zijn inmiddels klaar. Koekjes, snoepjes, I don't know. Het stinkt gigantisch. Maar goed, ik hoef het gelukkig ook niet te eten. In het recept staat dat ze 25 minuten ongeveer in de oven moeten. Alleen ik heb schijnbaar een turbo oven. Want 15 minuten was voor mij voldoende. Dus hou dat voor jezelf even goed in de gaten. En dan is het nu tijd om cadeaus uit te pakken. Oh my god. Volgens mij vind ik de cadeaus nog leuker dan hij zelf straks waarschijnlijk. Ik heb 1 klapper gekocht en daar ben ik zo benieuwd naar. Dus laten we alsjeblieft maar snel gewoon dingen gaan uitpakken, want I can't. Happy birthday! Kijk eens wat ik allemaal voor je heb! King. Hallo? Not impressed. Kom je? Oh, volgens mij vind ik dit veel leuker dan jij. Kom je cadeautjes uitpakken? Je bent toch jarig? Ik heb flink uitgepakt. Nog niet. Wat is dit? Oh, het blijft helemaal niet staan. Nee. Geef het terug. Nou, ik ben blij dat dat een succes is.
Dan heb je de rest nog niet eens gezien. Ik ga verder hoor. Wat hebben we hier dan? Kindje, kom eens kijken. Ik ga ondertussen gewoon verder. Ja, jij had dit al geroken. Volgens mij zit hier kattenkruid in. Wat is dit? Een undercover mouse. Heel mooi. Super mooi. Ik heb iets moois voor jou. Ik heb iets moois voor jou. Wil je het zien? Wil je het zien? Ja. Ik heb één klapstuk. Ik heb iets speciaal gekocht voor jou, omdat ik altijd zeg dat je lijkt op een Russische bondmuts. Ik pak het wel uit. Ik zag dit online, toen dacht ik, dit is te gek. Dit wil ik hebben. Ik weet alleen niet of ik er plek voor heb. Het is ook nog een bouwpakket, dus ik moet het nog in elkaar gaan zetten. Oh man. Oh, je kan het helemaal niet zien. Of wel? Jawel. Het is een kattenhuis in de vorm van het Kremlin. Het is allemaal van karton, volgens mij. Van duurzame materiaal. 100% recycled. OMG. Safe harbor. Biodegradable. Hier staan de instructies. Nou, succes. Dit wordt echt de hel om dit in elkaar te zetten. Want ik begrijp er letterlijk nu al helemaal niks van. En het zijn 100.000 stukjes. Superleuk dat je er nu al in gaat. Maar we zijn nog niet klaar, King. Ik ben nog niet eens op de helft. Het is natuurlijk weer veel moeilijker dan ik dacht. One eternity later. Nou hè, godsamme zeg. Ik heb er 1,5 uur over gedaan, King. Ik hoop dat je er blij mee bent. Hé, hey, je hebt een mooi huis. Dat leek wel een complete werkdag gewoon. Wat een workout, joh, dat ding in elkaar zetten. Het was echt veel moeilijker dan dat je zou denken. Echt, IKEA is er niks bij gewoon. Ik zal even de instructie laten zien hoe onduidelijk dat is en hoe klein die tekeningen zijn. En waarschijnlijk zeg je, oh, maar het is toch heel simpel. Nou, vergis je niet. Kijk dan. Als je eenmaal weet hoe het moet, dan gaat het wel. Je hebt dus nog meer kattenhuizen. Er is nog een Maya-tempel, het Witte Huis, een Sphinx en het Taj Mahal. Ik heb alleen het Witte Huis en het Kremlin online gezien. De rest heb ik helaas niet kunnen vinden. Want ik had ook heel graag de Taj Mahal gehad, eigenlijk. Maar goed, we doen het maar met het Kremlin. Goed gekeurd? Hij is wel tof. Maar wat een ellende. Wil jij een snoepje? Wil jij een zelfgemaakt snoepje? Hallo? Snoepje? Kijk eens. Hier. Kindje ook heen? Nee? Is het niks? Ik heb er zoveel liefde in gestopt. Ik heb voor jullie gemaakt. Is het niet lekker? Ik had het kunnen weten. Ik zal nog eens wat voor jullie maken. Ik voel me nu een soort van semi-verplicht om zelf een kattensnoepje te proberen. Is het zo vies? Oh, het stinkt wel. Zal ik het doen? Zal ik het doen? Oh, het is heel droog. Maar op zich. Nee, het is niet lekker. Ik zou het niet eten. Maar goed, ik ben ook geen kat. Vind je niet lekker, snoepje? Nee. Leuk geprobeerd, maar helaas. En King, wat is je favoriete cadeau? Is het deze? Vond je het leuk? Heb je een leuke verjaardag gehad? Ben je moe? Jullie zijn allebei een beetje gesloopt, zie ik. Maar lekker slapen met de vis. Kindje. Oh. Zo, nou, dat was me de dagje wel. Godsamme. Het was een geslaagd feestje. Iedereen heeft het naar zijn zin gehad. Ze zijn blij met alle cadeaus. Voornamelijk met het speelhuis. Dus alle moeite is niet voor niks geweest. Het is een te gek ding, maar ik weet niet of ik zou aanraden om het te kopen. Want het in elkaar zetten, dat was echt dus een zware, zware ellende. Dit was het voor nu. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vond je dit nou een leuke video? Geef hem dan natuurlijk even een duim omhoog. En abonneer je even op mijn kanaal. Ik had graag afscheid genomen samen met King. Maar King ligt helemaal uitgeteld in zijn kattenhuis. Dank jullie wel voor het kijken. En ik hoop jullie uiteraard te zien bij een nieuwe video.